Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We hadden vandaag weer een dag met grote verschillen. Gisteren waren de verschillen oost-west gerelateerd. Toen in het westen kil, in het oosten volop zon. Vandaag was het noord-zuid. In het midden en noorden veel zonneschijn met temperaturen oplopen naar 14 graden. Maar in het zuiden werd het niet warmer dan een graad of 8. Die wolkenvelden boven het zuiden en oosten trekken langzaam zuidwaarts weg. Vanavond dus op steeds meer plaatsen opklaringen. En temperaturen dan overal rond een graad of 8. In de loop van de nacht daalt het kwik tot dicht bij het vriespunt, aan de gronden kan het lokaal gaan vriezen en er kan opnieuw mist en laaghangende bewolking ontstaan. En dat maakt de situatie voor morgenochtend lastig, want morgenochtend hebben we natuurlijk de zonsverduistering. De weersverwachting voor morgenochtend vertel ik zo. Ik begin nog even bij een foto van vanochtend, want die laat een gebied met lage bewolking hier boven de Noordzee zien en die bewolking die komt heel traag onze kant op. Sommige weermodellen laten het oplossen, sommige laten het vrolijk doortrekken... en dan bereikt die bewolking in de loop van de ochtend het noordwesten van Nederland. De dikke bewolking die vandaag boven het zuiden zat is wel weg... maar de mist en laaghangende bewolking die vannacht gaat ontstaan... die maakt de weersverwachting wel weer lastig. Daardoor heb ik drie gebieden op Nederland getekend. In het zuidoosten en oosten is er dus kans op mist en laaghangende bewolking. Voor een groot deel verwacht ik dat dat oplost... In de loop van de ochtend, en aangezien de zonsverduistering van half tien s ochtends tot tien voor 12 duurt, zullen we daar waarschijnlijk toch wel het een en ander aardig kunnen volgen van de zonsverduistering. Dan hebben we een strook over het midden van het land, laten we zeggen, van uh, het westen van Groningen via Flevoland en Utrecht naar Zeeland. Daar verwacht ik eigenlijk helemaal geen problemen. Daar is de zonsverduistering goed te volgen. En dan komen we in het noordwestelijke deel van Nederland en daar krijgen we dan weer te maken met hoge wolkenvelden en misschien dus ook die lage bewolking vanaf de Noordzee. En als die lage bewolking echt het land intrekt, dan wordt het misschien toch echt wel lastig om de zonsverduistering te volgen. Maar juist met wolkenvlaarden voor de zon is het misschien nog wel wat fraaier dan dat de hemel helemaal wolkenvrij is. Dus hoe dan ook, kijk af en toe naar boven, werp een blik richting de zon en probeer ervan te genieten. De volgende serieuze zonsverduistering laat elf jaar op zich wachten. 2026 en uh, tot 2050 is alleen die van 2026 nog meer dan vandaag, of morgen, beter gezegd. Dus het is echt een bijzondere. Voor de rest van de weersverwachting morgen, na nou, de ochtend heb ik al uitgebreid besproken. In de middag kan de bewolking vanuit het noorden verder toenemen, dan vooral in het zuiden en oosten nog enige tijd zonneschijn. Daardoor in het binnenland de hoogste temperaturen 11 tot 13 graden, en in het noordwesten en noorden wordt het dus geleidelijk bewolkt en daar wordt het zo'n 8 à 9 graden. De wind draait van noord naar west en in de avonduren kan er in het noorden wat regen vallen. In de nacht wordt het dan overal nat. Zaterdagochtend trekt die regen weg. Daarna hebben we zaterdag veel bewolking, heel af en toe zon en vooral ook een hele stevige wind. 4 tot de 6 boel voor. Die zorgt ervoor dat het slechts 8 graden wordt. In de nacht naar zondag gaat het licht vriezen. Zondag overdag is er dan volop zonneschijn en de wind neemt in de loop van de dag af. Temperaturen opnieuw 7 tot 8 graden. In de nacht van zondag op maandag gaat het wederom vriezen. Blijft dus koud in de nachten. En maandag overdag is het met een flink wat zon een stuk zachter. De wind is dan gedraaid van noordoost naar zuidwest. En daardoor kan het 9 tot 12 graden worden. Zoals steeds al aangegeven, in het weekend hebben we de dip van de temperatuur. Na het weekend gaat de temperatuur weer wat herstellen. Komt die rond de 10 graden uit. En helaas, vanaf dinsdag neemt ook de wisselvalligheid weer toe. Dan hebben we vaker de paraplu nodig of de ruitenwissers. Ik wens iedereen morgen veel succes om de zonseclips te bekijken en verder een fijne dag. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.